Dus proberen hun laatste zenuwen te doen. Hallo allemaal en welkom in het Lucille Stadion. Het decor van misschien wel de belangrijkste voetbalontmoeting van het jaar. De finale van het wereldkampioenschap. Naast mij zit voetbalkenner puur sang, meester verhalenverteller Jeroen Grütter. En ook ik, Sier de Vos, zal van achter de microfoon mijn steentje bijdragen vandaag. Zet nog even snel een verse pot koffie. We beginnen zo. Dit is Brazilië tegen Duitsland. Ja, de motivatie zal natuurlijk gigantisch zijn, hè, bij die spelers die het zo dadelijk moeten gaan doen. Want weet je, Sier, anders heb je niets te zoeken in een WK-finale. Die bal mag erin. Spectaculair, die duik van Alisson naar die bal. Tjonge, echt een uitmuntende redding van die keeper. De bal komt voor het doel. Aangeraakt en dus een corner. Een kopbal doel, maar moeiteloos verkeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. Lucas Paqueta. We volgen vandaag deze aanval. Richarlison. Verwacht je mooie dingen van hem? Deze man is een echte kopspecialist. Speel hem door de lucht aan. En dan is de kans groot dat er gevaar uit voortkomt. Joshua Kimmich. En Serge Gnabry hier. Tegenpartij aan de bal. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Duitsland in de aanval. Wat kunnen ze hiermee? Wordt in de 16 gegeven. Het leek gevaar, maar viel uiteindelijk mee. Lucas Paqueta. Rafinha. Hier is Eder Militao. Lucas Paqueta. Dit moet de voorsprong worden. En Brazilië hopen te scoren in deze WK-finale. Het gaat nu los hier. Ja, zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het voor elkaar krijgt om daar op zo'n positie de bal te krijgen, ja, dan is het eigenlijk altijd te komen. We spelen weer en wie weet, weer Weiss, hebben de Duitsers meteen een antwoord. Niklas Füllkrug. Thomas Müller kan verder. Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Vrije trap voor Brazilië. Lucas Paqueta. Niet goed gegeven. Ja, dus balverlies. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Vinicius. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Hij krijgt hulp. En dan Richarlison. Bal afgepakt voordat ze echt gevaarlijk kon worden. Thomas Müller. Raum nu. Thomas Müller. Thomas Müller geeft de balbezit weg. Danilo. Hier is Vinicius Junior. Slechte communicatie hier. De paas wordt al gegeven voordat de speler is teruggekomen uit buitenspelpositie. Hij had gewoon even een appje moeten sturen. Ik had het gewoon heel anders moeten oplossen. Rooksignalen, appen, duif sturen, whatever. Sterk ingegrepen. Ze kunnen weer aanvallen.
vallen. Een behoorlijke afzwaaien. Geen enkel gevaar levert dit op. Ja, en dat zal de doelman ook niet erg vinden. Vinicius Junior. Lucas Paqueta. Iedereen in het stadion wil een schot zien. Wat een gave reactie van Neuer. Maar zag je dat? Hij moest echt tot het uiterste gaan met die duik. Raum. Hij wordt hier opgejaagd. Hij is de bal kwijt. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Een kans om te scoren. Paats en zo brengen ze het verschil op 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar daar moeten ze nu wel aan de bak. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Kan iets creëren dit. Serge Gnabry. Aanval gestopt, maar het wordt wel een hoekschop. Niet voor het doel, maar kort gespeeld. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Neymar Junior. Hier moet toch een counter mogelijk zijn. Rafinha. Lucas Paqueta. Richarlison, wat een kans zeg. Weer een goal, alsof het allemaal niks kost. Wat gaat het lekker vandaag. De voorsprong groeit nu naar 3. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Over de lijn, inworp. Niklas Füllkrug. Ja, daar schrikt Alisson niet van. Voor de blessuretijd telt de vier official 1 minuut bij. Lucas Paqueta. Het fluitsignaal klinkt. We gaan pauzeren. Nog 45 minuten te gaan in deze WK-finale. Tenzij er verlengd wordt natuurlijk. En er is afgetrapt. En dan Richarlison. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Neymar. Lucas Paqueta. Ja, op het doel. Nee, we tellen deze niet mee. Er is al gevlacht en gefloten. Buitenspel en ja, dat is voor iedereen duidelijk, hè? Het blijft maar gaan met die bal. Thomas Müller. Doelman wordt tot een duik gedwongen. Er komt een wissel aan bij de Duitsers. Hoekschop wordt voorgegeven. Altijd lekker. Een opwarmballetje voor de keeper. Klem vast. Danilo. Neymar Junior. Ingeleverd door Brazilië. Nee, die bal op het verkeerde moment gegeven gewoon. Ja, want nu is het buitenspel. Hij probeerde het te ontlopen, maar dat gaat op deze manier fout. Musiala. Goretzka. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Dit kan een moment zijn voor een counter.
Hier is Neymar Junior. Niet te stoppen vandaag. Een hat-trick. Voor de tegenstander is dit natuurlijk om moedeloos van te worden. Ze krijgen geen enkele vat op de tegenstander. De bal gaat van voet tot voet. Verpletterend. Ik kan niet anders zeggen. Wat een schot van Neymar is dit. Hoe hij de bal raakt. Fantastisch. Er zit zoveel overtuiging in. De bal is ingeleverd. En dan Richarlison. Bal door Neymar weggegeven. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Doorgebroken met de bal. Ja, de Duitsers hebben een goal te pakken. Onverwachts kunnen we dit niet echt noemen. Maar wel knap hoe ze deze kans weten te verzilveren. We trappen af met een score van 4 tegen 1. Kimmich. Musiala. Leroy Sané. Thomas Müller aan de bal. Op een zwakke paas wordt de bal onderschept. Serge Gnabry. Zoekt naar een vervolgactie. Bij de tegenstander beland en die moet die bal wegwerken. Ze kunnen snel uitbreken nu. Rafinha. Lucas Paqueta. Neymar met een geweldige kans. En gekeerd door de doel. De Duitsers gaan een wissel doorvoeren nu. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Deze wordt tegengehouden. We hebben nog 20 minuten te gaan. Thomas Müller. Dan mogen de Duitsers de bal ingooien. Mario Götze. En dit is Leon Goretzka. Thomas Müller. Müller kan hier een goal maken. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans verkeken. Lucas Paqueta. Brazilië levert de bal in. Casemiro. Richarlison. Casemiro. We zien het bekende tiki-taka-werk. Neymar. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. Goed gered hoor, door de keeper. Hoekschop in het centrum geplaatst. Er zit een tegenstander tussen. Leroy Sané. Leon Goretzka. Dit is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. Casemiro pakt weer een gele kaart voor die actie. Leon Goretzka. Wat een sterke sliding, zeg. Bal veroverd. Richarlison. Richarlison. Bal retour aan Neymar. Neymar wordt aangespoord om te schieten. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Die paas had hij eerder verwacht. Raum. Thomas Müller. Mario Götze. De voorzet wordt opgevangen door een tegenstander. Die kan uitverdedigen nu. Neymar. Paqueta. Militao.
Buitenspel, zo luidt het vonnis van de arbitrage. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Deze bal wordt onderschept. Blessuretijd, 2 minuten. Richarlison. Casemiro. En nu snel schakelen voor de counter. Mooie red, maar het gaat verder. Leek veilig, maar toch de kans. Al via Neuer. Het spel gaat verder. Dit had je toch niet voor mogelijk? Ach, wat een prachtige manier om die bal binnen te werken. Die keeper weet niet wat er gebeurt. En het stadion ook niet. Dat barst nu los. Ja, raak! Nou, hier zit het eigenlijk gewoon enorm tegen. Bij die eerste inzet zat de keeper er goed bij. Dat was het probleem niet, maar met wat pech komt de bal dan toch in het doel terecht. En daar is het laatste fluit.